Nou, in verlengstuk van hoe je dat gevoel kunt ontwikkelen, heb ik een volgende oefening. Je legt een bal neer. En aan weerszijde van je putter prik je met twee tees een poortje. En dat poortje dient dadelijk ter controle of mijn putter goed door die bal zwaait. Dus een stukje zwaaibaantraining. Maar bovenal daarmee constateren dat je die bal uit de sweet spot raakt. Deze beweging is. Maar zorg ook voor de juiste balans. Mijn voorkeur is dat die balans iets op de bal van de voet is. Laten we zeggen onder de eerste veter. Voel die druk daar lichtjes. En behoud die druk daar. En binnen die druk put je die bal. En als je dan een goede zwaai... En hier heb ik drie situaties gecreëerd van 4 voet. 1, 2, 3. Alle drie 4 voet, 1,20 meter. Een enorm bepalende afstand voor de amateur golfer. Mooie oefening om te controleren of jouw slagvlak recht staat op impact, is het gebruik maken van zo'n gekleurde bal. Heb je die nou niet, gebruik je een normale golfbal waar je een lijn op gaat zetten. En dan fungeert die lijn als lijn. In dit geval kan ik die kleuren mooi gebruiken. En leg ik de lijn gericht naar het punt zoals ik de put lees. In dit geval links midden. Nou, op het moment dat je ziet dat die kleuren mooi evenredig rollen, stond jouw blad recht. Stand in. Helemaal committed op die lijn. En de enige doelstelling is nou om die lijn zo te laten vertrekken. Daarbij wel focus op het doel. Want uiteindelijk, dat is het puntje op de i, moet snelheid goed zijn. Ja? Dus speel die put met focus op het doel voor de snelheid. Nou, dat is niet zo heel onverdienstelijk. 6 van de 6 erin op een 3,5 meter put. Maar ja, ik maak het mezelf natuurlijk heel makkelijk met een lijn. En dat is wat ik buiten wilde zeggen. Ik ga nou alle variabelen eruit halen. Dus ik heb hier een perfecte green. Ik heb hier een perfect aangegeven lijn zoals die bal zou moeten rollen. Dus het green lezen schakel ik uit. Nou goed, op een vlak platform is green lezen nog geen optie of nog niet nodig. Maar het green lezen is er dus uit. Ik heb de lijn, de vertrekrichting, snelheid. Is ook minder belangrijk op een vlakke punt, want is hij te hard, springt hij achter op de cup. Is hij te zacht, valt hij nog net in de cup. Dus het enige wat nu belangrijk is, is mijn techniek, is mijn strook. Snelheid is minder belangrijk, vertrekrichting staat aangegeven en het green lezen ook. En nu ga ik het platform zetten op een sloop van 2%. Twee uit 6 erin. Op zich een prima score. Want ik zit weer op die 33%. Op een afstand van 3,5 meter. Dus ik zou zelfs.